Even vooraf, ik hoop vanavond de gaven met u te behandelen. En wat dat dan gaat, is Paulus daar heel duidelijk over geweest. Er is echt wel heel veel verwarring over bepaalde gaven. En de toepassingen daarop die zijn vaak in strijd met hetgeen wat Paulus heeft geschreven in de Bijbel en aan de Korintiërs uiteraard. In hoofdstuk 12 en 14 en ook in Romeinen 12 lezen we over, onder andere over de gaven van de geest. En waar ik eigenlijk mee wil beginnen is dat de gaven van de geest die zijn alleen bestemd voor de gelovigen. Ze zijn bestemd om de gemeente op te bouwen in het allerheiligst geloof. En daarom ook even deze inleiding. Bekering en wedergeboorte, want je kunt natuurlijk voor iemand bidden, en die fout die wordt ook wel eens gemaakt, dat je niet zeker weet of die persoon wel of niet wederom geboren is. En natuurlijk mag je daarvoor bidden, maar nogmaals, de gaven, en ik kom daar uitgebreid op terug, de gaven heeft te maken met de gever. Dat zegt het woord ook. En de gever bepaalt. Niet de ontvanger. En ook niet degene die meent dat door te moeten kunnen geven. Dat is onmogelijk. Ik kan u vertellen wie de Heer Jezus is. Ik kan u vertellen wat er in de Bijbel staat. Dat kan ik allemaal met u communiceren. Maar als u mij vraagt, kun je mij een gave geven? Dan zeg ik nee, dat kan ik niet. Er is geen mens die dat kan. Dat is voorbehouden aan het werk van de Heilige Geest. Maar daar kom ik uiteraard op terug. Bekering en wedergeboorte. Bekering, dat is heel belangrijk, is iets doen. En wedergeboorte is iets zijn. Als volgt aangegeven. Nou, als ik dat in combinatie breng met de gaven, dan zegt Paulus heel duidelijk van, je moet er naar streven, je moet naar de gaven streven. Dat mag, daar mag je ook om bidden, dat je die mag, dat je die krijgt. Nou, krijgen gaven van de Heilige Geest. Maar Paulus die zegt dat ook. Maar dat betekent wel dat die gaven, laten we zeggen, wel moeten zijn in harmonie met je levenswandel. En dat was in de gemeente van Korinthe, daar markeerde nogal iets aan. En in het 14e hoofdstuk lezen we daarover als het gaat over de taal. Oftewel, populair in de charismatische kringen, de tongentaal. Maar u vindt dat woord niet in de Bijbel. Het is een taal. U moet wederom geboren worden. Nou, dat even als inleiding. Ik ga nu even wat verder. Belangrijk is dat ik nog even met u wil delen. Ieder kind van God wordt, als hij tot geloof komt in de Heer Jezus, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. U leest dat onder andere in 2 Korinthe 1 vers 22, Efeze 1 vers 13 en 4 vers 30. Dat is een fundamenteel feit. Je krijgt de verzegeling of Gods zegel wordt door middel van de Heilige Geest. Ontvang je dat? Je wordt ook gedoopt met de Heilige Geest. Dat is ook heel belangrijk om dat even te benoemen. Ik noem er ook een aantal teksten. Handelingen 1 vers 5, dat gaat van de eerste gemeente. 11 vers 6, 1 Korinthe 12 vers 13. En deze doop, uiteraard, moet niet verward worden met de waterdoop. En om dat nogmaals heel duidelijk te zeggen, van, er wordt wel eens gezegd van, ja, maar de doop van de Heilige Geest, die ontvang je niet bij de bekering. Ook dat is niet juist. Want je ontvangt wel de doop met de Heilige Geest bij de bekering. Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 12, vers 13, van allen worden gedoopt, eigenlijk door de Heilige Geest. Dat betekent niemand uitgezonden. Deze dingen moet je nooit uit elkaar trekken, want dan doe je de schrift geweld aan. Ik ga weer even verder.
Gezalfd is ook een punt wat ik nog even vooraf wil aanroeren. Er wordt wel gezegd, ja, maar er is een aparte zalving nodig. Ook dat is in strijd met wat de Bijbel zegt. En ik heb u krijgt die tekst ook te zien. 2 Korinthe 1 vers 21 en 22. Nee, Johannes 2 vers 20 en 27. Bij de wedergeboorte wordt ieder kind van God gezalfd met de Heilige Geest. En de korte brief van Johannes die zegt het zo van, ja, wij zijn allen gezalfd door die Geest. Dus dat is niet iets wat in een later stadium gebeurt, of wat met een bijzondere roeping, dat wordt dan allemaal wel uitgesproken, ik zeg het maar even heel voorzichtig, maar dat vindt in de Bijbel geen enkele basis. Integendeel, je kunt aan de hand van de schriftplaatsen heel duidelijk zeggen dat God, mag ik zo zeggen, geen stiefkinderen heeft. Hij geeft aan de ene niet dit en de andere dat. Er is wel een verschil in gaven, wat ook wel duidelijk naar voren toe komt. Maar het is niet zo dat de ene een zalving ontvangt en de ander niet. Dus dan heb je de drie dingen die heel fundamenteel zijn. Als je tot wedergeboorte komt, dan word je verzegeld, je wordt gedoopt en je wordt gezalfd met de Heilige Geest. Dat is gebeurd in één keer. Ontvangt geestelijke genadegaven. En het woord genade, dat heb ik even vet gedrukt. En waarom? 1 Korinthe 12 en 14. Dat zijn de twee hoofdstukken die over de gaven van de Heilige Geest gaan. Genade betekent om niet iets ontvangen. Je hoeft er niets van te doen. We zijn ook door genade zalig geworden. Efeze 2 vers 8. Je kunt er zelf niets aan doen dan alleen je vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. Wat wil dat zeggen, de genadegaven? En dan kom ik nog even op het woord gaven of geven. En dat heeft te maken met de gever. Het is God die door middel van de Heilige Geest de gaven geeft. En het is onmogelijk, en dan haal ik het even, dat een mens die gaven zou kunnen doorgeven. Want die hebben wij niet in bezit. Wij krijgen wel, als we tot geloof zijn gekomen, een geestelijke gave. Maar we zijn niet in staat door handoplegging een gave aan iemand te geven. Onmogelijk. En daar is heel veel verwarring over, want dat gebeurt wel in heel veel charismatische kringen. Maar we zullen straks een wandeling maken door 1 Korinthe 12 van 1 Korinthe 14, om ook heel duidelijk aan te gaan, want Paulus laat op niet misverstaande wijze, laat hij weten hoe je met de richtlijnen van God moet omgaan. Genade wijst op het om niet te ontvangen. Gave wijst op de gever. Geeft aan dat het gegeven wordt. Heel belangrijk. Wat nog even meegenomen kan worden. Lichaam. Gemeente is het lichaam van Christus. Zo wordt dat ook getypeerd. En dat heeft te maken met gaven. Huis. De gemeente wordt ook gezien, Hebreeën 7 vers 25, als het huis van God. En dan hebben we het over ambten, als oudsten en diakenen, waar ook duidelijk over gesproken wordt in de schrift. En ik denk, om dat toch even te benoemen, daar is ook heel veel verwarring over. Maar ik denk, als je het ambt van oudsten begeert, daar zegt de apostel Petrus, heeft het daar ook over, onder andere in Timotheus te lezen en ook in Titus, van in de brieven van Paulus, dan is hij daar zo duidelijk over hoe dat in zijn werk gaat en wie daar toe geroepen zijn. De kudde, dat heeft te maken met zorg. De gemeente wordt ook gezien als een kudde. En dat heeft te maken met zorg. En bruid, dat heeft te maken met liefde. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Dat is even een tekst die u goed moet onthouden. Dus we ontvangen gaven tot welzijn van anderen.
Dus iedere gave die wordt gegeven aan u en mij en in de gemeente door de Heilige Geest is tot opbouw van de gemeente en niet wat anders. Het is niet tot verheerlijking van jezelf dat je daarmee kunt pronken of wat dan ook maar door kan zeggen. En ik doe dit en ik doe dat, want het is allemaal genade wat we ontvangen. Alleen maar genade. Van de Geest gegeven, heel duidelijk. Daarom ook die tekst, 1 Korinther 12, vers 7. Van dat deze dingen, ook heel fundamenteel, dat deze dingen werkt één en dezelfde Geest, delende aan een ieder gelijk hij wil. Oh, daar hebben we dus al even de onderstreping van wat ik gezegd heb. Hij deelt uit de Heilige Geest zoals hij het wil. Nu ga ik even een paar versen met u lezen uit 1 Korinther 12. Want daar staan natuurlijk best wel heel mooie dingen in. Ik lees 1 Korinther 12 en vanaf het eerste vers. En ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Want het is heel belangrijk dat we natuurlijk vanuit de schrift de dingen belichten. We lezen daar het volgende. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen, Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest. Nou, dat is een duidelijk verschil wat Paulus hierop mag. Dus van door de geest van God kun je de Heer Jezus nooit vervloeken, want dat doet de Heilige Geest niet. Die verheerlijkt de Zoon van God. Maar daar staat tegenover, je kunt ook niet Jezus Christus is Heere zeggen, dan alleen door de Heilige Geest. Dat is het andere daarvan. Er is verscheidenheid, gaat hij door, van genadegaven. Komen we even op die genadegaven. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alles werkt. Aan een ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven, wat nuttig is voor de ander. Want aan een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan een ander geloof door dezelfde geest. En aan een ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan een ander werkingen van krachten en aan een ander profetie. En aan een ander het onderscheiden van geesten en aan een ander allerlei taken. Talen bedoel ik, sorry. En aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt dezelfde geest, één en dezelfde geest die aan een ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij dat wil. En daar heb ik, die tekst heb ik ook even meegenomen voor de werking. Nou, verscheidende gaven naar de genade die ons gegeven is. Hebben we als gelovigen allemaal dezelfde gaven? Nee, je krijgt allemaal een gave. En sommige mensen zullen dezelfde gave hebben. Maar er zou in de gemeente een verdeling moeten zijn van al de gaven die door Paulus hier genoemd wordt. En de nadruk lag in de gemeente in Korinthe op de taal. Tongentaal. Paulus die probeert daar een ander licht op te werpen om dit daar duidelijk te maken dat er heel veel andere gaven zijn die nodig zijn tot opbouw van de gemeente. En dat is de vraag, worden die nog gevonden in de gemeente? Of komen ze of worden ze openbaar in de gemeente? Wordt er de ruimte gegeven voor deze gaven? En dat is natuurlijk ook de vraag, ik kom dat toch wel regelmatig tegen, dat mensen zeggen, ja, wat is eigenlijk mijn gaaf?
Ik denk dat het goed is dat je elkaar er wel eens mag op beoordelen, op een liefdevolle manier. En dat je ook eens tegen een ander zegt van, goh, ik ontdek in jou een hele mooie gave. Waarvan je jezelf vaak niet eens bewust bent. En dat is ook mooi natuurlijk. Als je dat van elkaar weet en dat je dat ook kunt zeggen tegen elkaar. Het is ook een bemoediging. Het zijn genade om niet gaven die door de Heilige Geest worden gegeven. Nou, dat heb ik al gezegd. Dan kom je even op het gebied wat ik ook mee wil nemen. Het verschil tussen talenten en gaven. Is niet zo groot. Het onderscheid kunnen we misschien zo aangeven. Talenten omvatten alles wat God ons geeft aan capaciteiten en mogelijkheden om voor hem te gebruiken. Dus ook de zogenaamde natuurlijke talenten, bijvoorbeeld opmerkingsgaven, spreektalent, mensenkennis, muzikale begaafdheid enzovoort. De gaven zien meer uitsluitend op de geestelijke capaciteiten, dan hebben we het over de geestelijke gaven, die dienstig zijn voor de opbouw van het lichaam van Christus. Nou, ieder mens heeft een natuurlijk talent, zo niet meerdere. En je krijgt bij de wedergeboorte, krijg je geestelijke gaven. Ik spreek dat ook een meervoud, want de meesten die hebben wel meerdere gaven. Wat krijg je bij de wedergeboorte? Die natuurlijke gaven, die heb je, die zitten in je, die kun je ontwikkelen. Maar wat heel belangrijk is, dat je ook die natuurlijke talenten die je hebt gekregen, dat je die onder controle brengt van de Heilige Geest. Je kunt voortreffelijke gaven hebben of talenten hebben op het gebied van muziek. Je kunt met kop en schouders erboven uitsteken bij degene die dat ook beoefenen. Maar als je als gelovig daarmee bezig bent, is het heel belangrijk dat je ook dat talent op dat gebied onder controle brengt van de Heilige Geest. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen dus op een voetstuk worden geplaatst door wat ze doen en wat ze kunnen. Geweldig. En je ziet ook dat vaak leidt tot hele rare situaties. Want zo heeft God het niet bedoeld. Eigenlijk is alles wat we hebben aan natuurlijke talenten en aan geestelijke talenten, zullen we in moeten zetten in de dienst van de Heer. Ik zal een voorbeeld noemen. Ik hoef ook niet anderen daarbij te noemen. Ik heb het wel in meerdere samenkomsten gezegd. Van, de Heer heeft mij een talent gegeven om muziek te beoefenen. En gezien onze gezinssituatie waren wij mijn ouders te arm om mij les te geven. Tot wij op een gegeven moment er iemand kwam die zei van je moet deze jongen door laten studeren. Want hij kan qua muziek ongekende hoogte bereiken. Ik had toen niet in de gaten wat dat allemaal was. Dat laat ik maar even zo. Maar dat is nooit gebeurd. En ik moet u zeggen dat op de dag van vandaag ben ik er dankbaar voor dat het nooit gebeurd is. Maar ik ben wel muziek gaan beoefenen. Alhoewel, ik speel orgel, ik speel gitaar, ik speel accordeon. En nog wat meer instrumenten, maar ik kan geen noot lezen. Ik heb mijn best er ook niet voor gedaan om dat nog te leren. Want ik vond, ik kon voor mijzelf dat de Heer mee prijzen. Dus ik had ook niet het idee dat ik anderen daarin dienstbaar moest zijn of wat dan ook maar. Tot op een bepaald moment dat wel gebeurde. Daar ga ik niet in detail over spreken. Maar weet u, ik heb voor mijn bekering heb ik in een band gespeeld. En ik moet u zeggen, ja, dat was andere muziek. Dat was een totaal ander genre. En daar word je dan ook op aangekeken. Hè, van je vermaakt de mensen. En
ja, dat vindt men mooi. Maar toen kwam ik tot geloof. En ik moet u zeggen, door de genade van God heb ik met ene streep gezet. Ik heb afstand genomen van die muziek. Tot op het moment dat er iemand bij me kwam en die vroeg van, God, we hebben een evenement. En jij speelt accordeon, dat vinden we fijn. En zou je niet willen spelen? Nou, ik zei, ik denk niet dat dat lukt. Ik zei, ik doe het niet. Maar ik zei, je hebt een bepaalde verwachting wat ik dan zou moeten spelen. En ik denk dat dat niet aansluit bij datgene wat ik speel. Daar heb ik meteen de streep onder gezet. Ik wilde de mensen op die manier niet meer vermaken. Dat geeft je geen rust voor je ziel. Dus je kunt je natuurlijke talenten kun je ontwikkelen. Maar op wat voor manier ontwikkel je ze? Gebruik je ze tot eer van God en hem ermee te prijzen? Of heb je zoiets van, ja, ik kan er best wel een goede boterham mee verdienen. En dan kom je in een wereld terecht die vaak niks met God te maken wil hebben. Ik zal nu nog een voorbeeld noemen. Mijn kinderen, of onze kinderen, waren behoorlijk muzikaal. En de oudste dochter die speelde dwarsfluit en dat ging heel goed. En ze kreeg dus te horen van je moet naar het conservatorium toe. De muziekschool die ze was, daar kreeg ze het advies om naar het conservatorium toe te gaan. En bij een intakegesprek kregen ze te horen, je moet doen aan ademhalingstechniek. Dus je krijgt dus nu de opdracht om yoga dat te gaan doen. Toen zei ze, dat doe ik niet. Dus ze is niet naar het conservatorium gegaan. Ze heeft daar een keuze in gemaakt. Daar ben je heel dankbaar voor. Het was haar eigen keuze, onze keuze niet. Ik heb er wel verteld wat van gevaren er waren. Maar je komt in een wereld terecht, uitgezonderd, je mag natuurlijk nooit generaliseren, maar je komt in een wereld terecht waar hele andere principes zijn. En je bent heel snel geneigd om daar toch in mee te gaan. Nee, je moet duidelijk een lijn trekken. Nu, de gaven nog even terug, zien meer uitsluitend op de geestelijke capaciteiten die dienstig zijn voor de opbouw van het lichaam van Christus. Broeders, zusters, die gaven, en ik wil dat echt benadrukken, die zijn alleen gegeven om de gemeente op te bouwen. Die zijn niet voor de wereld. Die moeten zich ontwikkelen binnen de gemeente. En daar moet ruimte voor zijn. Dat is heel belangrijk. Paulus wijst in 1 Korinthe 12 op de verscheidenheid van de genadegaven, hebben we gelezen. En noemt ons voorbeeld de verschillende functies van het lichaam, wat toch een eenheid is. Nou, in de volgende verse zet hij uiteen. Het lichaam, en hij noemt daar de verschillende lichaamsdelen. Hij noemt daar ook nog muziekinstrumenten. Dat komt in het volgende hoofdstuk nog voor. Maar dat lichaam heeft diverse functies. En hij zegt, ja, kan de hand het oog vervangen of wat? Ik zeg het even op mijn manier. Maar dat kan natuurlijk niet. Maar zo zijn die verschillende, als hij dat noemt, die verschillende functies in het lichaam, die benoemt hij en die brengt hij terug naar de gaven, naar de vele gaven die er zijn. En er moeten zijn in de gemeente als opbouw. Want anders komt het niet goed. De verscheidenheid is de bedieningen. Dat staat onder andere ook in Romeinen 12. Er staat even een fout bij. Maar Romeinen 12 leest je dat ook, de bedieningen. Ja, wat is een bediening? Vaak dan is het zo dat mensen dus dat liever niet onder ogen zien of daarvoor weglopen. Van een bediening is dat je eigenlijk dienstbaar bent aan de broeders en zusters. Dat je taken verricht. Je kunt het onder andere doen als zo'n paar voorbeelden kunnen nemen. Als schoonmaken, koffie zetten, praktische dingen. De bediening. Je kunt het ook in een ambt, is ook een bediening. Maar vaak is het zo dat de geringste dingen, die doet men liever niet. Nou, ik denk te mogen zeggen, je kunt niet allemaal op het podium staan. En dat is ook niet aan ieder gegeven.
Maar ik moet u zeggen, uit mijn persoonlijke situatie ben ik nooit voor dingen weggelopen. Als er gebouwd moest worden in de gemeente of getimmerd of geklust, dan deed ik daar aan mee. Dus ik ben nooit voor iets weggelopen. Waarom niet? Maar ik ben niet anders als anderen. Van een voorganger of een predikant of hoe je het ook wilt noemen, die staat niet boven de gemeente, die is dienstbaar aan de gemeente. En die moet ten alle tijden, moet u op het oog houden, dat de Heer Jezus ook gekomen is om te dienen. Niet om te heersen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Nou, verschillende werkingen. Nou, we weten uit het Johannes 3, het hoofdstuk waar gesproken wordt over Timotheus, Dan ben ik het even kwijt, die naam. We slaan dat even op. Soms dan Nicodemus, ik heb hem te pakken. Hoofdstuk 3. En dan af vers 8, waar de Heer Jezus zegt als hij daar in gesprek is geweest met, of nog is met Nicodemus. De wind waait waarheen hij wil en is, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Met iedereen die uit de geest geboren is. We kunnen nooit zeggen van op welke manier dat er één lijn is te trekken van hoe mensen tot geloof komen of hoe mensen wandelen met de Heer. We zijn, als we dat van elkaar weten, dan kun je daar eigenlijk wel van zeggen dat ieder op verschillende wijze tot geloof is gekomen in de Heer Jezus. De een is die weggegaan, de ander is die weggegaan. Je kunt nooit zeggen, en dan moet het op die manier, en als het op die manier niet gegaan is, dan is het niet goed. Nee, de geest werkt zoals hij wil. En hij houdt ook rekening met de persoon. Je ziet ook in de Bijbel, om dat voorbeeld even te noemen, Timotheus, die heeft van jongs af aan, is hij met de schriften opgevoed. Dus hij is altijd gelovig geweest. Paulus moest een krachtdadige bekering ondergaan. Heb je een andere werking van Gods geest? Moest een krachtdadige bekering ondergaan om zich te realiseren van, ja, ik ben op een verkeerde weg. En zo zie je, er zijn andere voorbeelden te noemen in de Bijbel, maar ook in het persoonlijke leven, dat de werkingen van de geest op een andere manier plaatsvinden. Dus daar is geen rechte lijn in te trekken. Moeten we ook niet willen. De openbaring van de geest wordt gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Ik denk als we zo met de dingen omgaan, dat we het verlangen hebben om nuttig te kunnen zijn voor de ander, dan zouden we een hoop problemen oplossen. In heel veel gemeenten waar dingen fout gaan. De volgende wil ik met u doornemen en dan kom ik dus op de verschillende gaven. En de eerste is het woord van de wijsheid. Wat is het belangrijk dat er wijze mensen zijn, omdat er mensen zijn in de gemeente die heel wijs zijn, die bedachtzaam met de dingen omgaan, die eerst goed nadenken van wat komt er binnen en hoe ga je met de dingen om. Ik denk dat je altijd, als ik dat zo mag zeggen, vanuit de rust moet werken. Je moet nooit eigenlijk te snel gaan handelen. Er wordt wel eens vaker tegen me gezegd van, waarom denk je zo lang na over dingen? Ik denk zo lang na over dingen omdat ik graag de goede dingen wil zeggen. De goede antwoorden wil geven. En dat kost soms tijd. En soms komen er zulke ingrijpende dingen bij je binnen, dat je genoodzaakt wordt om daarover na te denken. Om met een goed
en een wijs antwoord te komen. En soms is het ook wijs om je stil te houden. Dat is ook belangrijk. Stilte is trouwens iets heel moois. Daar houden we niet meer van in deze tijd. Hè? We hebben moeite met stilte. Ja. Het woord van kennis. Als ik daar een tekst bij benoem, 1 Timotheüs 2 vers 4, dan staat daar dat Paulus schrijft van God wil dat alle mensen behouden worden. Dat is één. Maar er staat nog meer. Dan moet je even een adempauze houden. En dan zegt hij verder. En tot de kennis van de waarheid komen. Hoe kom je nu eigenlijk tot de kennis van de waarheid? Nou, daar is het antwoord eenvoudig op. Te luisteren naar leraren die vanuit de Bijbel tekst voor tekst uitleggen van dat staat er. Kijk, ik hoef je niet te vertellen dat heel veel hedendaagse predikers over het podium stormen van links naar rechts. En de Bijbel die blijft dicht en men fantaseert er maar op los. Sorry dat ik het zo zeg, maar dat is de realiteit. Maar er wordt geen onderwijs gegeven. Er wordt alleen maar gezegd vanuit hun eigen gevoelens wat hun bezighoudt. En dat is heel gevaarlijk. Want het woord met de geest bouwt ons op in het allerheiligst geloof. Broeders, zusters, het gaat er niet om wat onze gevoelens zijn of hoe wij dingen beleven. Dat kan op zich wel een keer ter ondersteuning genoemd worden. Maar je moet altijd weer terug naar de schrift. Altijd moet het woord het laatste woord hebben, om het zo te zeggen. Het woord van de kennis. Kennis, je wordt, neem toe in kennis als je eenvoudig de Bijbel leest. En er zijn mensen die je daarbij helpen als je het niet begrijpt. En dat is ook wel goed en nuttig om die bronnen aan te boren. En dat je daar ook de vrijmoedigheid voor krijgt. Want vaak is het zo dat mensen zich schamen om een vraag te stellen. Ik ben altijd wel geneigd om in een Bijbelstudie te zeggen van, hebt u ook vragen na afloop? Ik vind dat heel belangrijk. En sommigen die hebben een schroom om te vragen, want die denken dat hun vraag nou niet echt interessant of dom is. Laat het maar heel duidelijk uitspreken. Maar er zijn geen domme vragen. Die zijn er niet. En vooral niet als het gaat om het woord van de Heer. En dat is heel belangrijk om dat onder ogen te zien. Dat je ook de vrijmoedigheid hebt van, broeder, wat bedoel je daarmee? Dat je het kunt uitleggen. En er wordt mij wel eens een vraag gesteld, dan moet ik je eerlijk zeggen, die moet ik mee naar huis nemen, daar moet ik over nadenken. Ik weet ook niet alles. Maar dat mag je ook gerust wel zeggen, dan kom je er later op terug. Nu, geloof. Geloof is natuurlijk de basis van ons bestaan, onze wandel met God. Hebreeën 11 vers 6 zegt dan, wie tot God komt moet geloven dat hij is. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En dan gaat het niet over een geloof, maar het gaat over het geloof. Daar zit ook weer verschil in. Een geloof, daar kun je heel veel onderbrengen. Maar het geloof, dat is alleen het Bijbelse geloof. En daar is maar één oprecht Bijbels geloof. En dat is waar wij mee bezig zijn. En als je dat zegt, dan word je dan ook op aangevallen. Ja, maar er zijn heel veel andere godsdiensten. Er zijn heel veel andere geloven. Er is maar één geloof wat behoudt. En dat is geloof in de Heer Jezus. En dat heeft alles te maken. Dat heeft niet met een religie te maken of wat dan ook maar. Of met een godsdienstig systeem of wat dan ook maar. Dat heeft te maken dat het geloof is. Dat heeft alles te maken met een persoon. En die persoon, dat is de Heer Jezus. En ik bedoel maar, als we dat ook, wat de Heer Jezus zelf ook zegt, hè, die tekst, die noem ik ook regelmatig, Johannes 14, vers 6, wat de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Hij sluit als het ware
alles uit wat daarmee je strijd is. Er is maar één weg tot behoud. Naar het vaderhart van God. En dat is de weg van de Heer Jezus. En die andere godsdiensten, die vallen dan af. En men is nu bezig van al die godsdiensten bij elkaar te brengen. Maar de Zoon van God heeft daar geen plek in. Want het is heel bijzonder, broeders en zusters. Dat zien we steeds meer gebeuren. We zien steeds meer dat ik neem het heel algemeen, dat kerken en gemeenten zich verenigen in die hele grote kerk. De hoer van Babel, zoals Openbaring dat zegt. En al die godsdiensten die passen daarin. Maar je mag niet een waarheid verkondigen. Want dat gaat even niet. En ik hoop niet dat u daarvan schrikt. Maar de Joodse religie die past daar ook in. Ik zou zeggen, ja, de Joodse religie, ja, die past er ook in. En waarom past die erin? Omdat helaas we moeten zeggen dat Israël ook zich tot afgoderij heeft gewend. En we houden van Gods volk. En ik praat graag over Israël en ook over de toekomst van Israël. Moeten we niet vergeten. Maar ze hebben een godsdienst aangehangen. Wat onder de mond van de wet van Mozes, maar ze hebben de Heer Jezus buitengesloten. Dat is het grote probleem. En ik verzeker u ook, van je kunt met Joodse mensen, en ik heb ze van harte lief, omdat de Heer Jezus ook een Jood is, en je kunt met Joodse mensen spreken over heel veel dingen. Noem de naam van de Heer Jezus niet, dan heb je een probleem. En dat is het onderscheid ook, als wij in gesprek zijn met andere godsdiensten. Kijk, we zijn heel graag, als mensen vragen van, wat is jouw geloof? Dan zijn we heel snel bereid om te zeggen, nou ja, ik ga naar de vergadering, of ik ga naar de Baptistenkerk, of ik ga naar de PKN, of wat dan ook maar. Maar dat is niet het behoud, dat is een naam. Ik denk dat het heel belangrijk is door te zeggen, als iemand je vraagt van, wat geloof je? Dat je zegt, ik geloof in de Heer Jezus. Dat gaat veel verder. Maar dan zul je ook meteen, je hebt of je hebt aansluiting, of je hebt een probleem. Die scheidslijn die voltrekt zich heel duidelijk met wat je zegt. Het is voor mij heel makkelijk om te zeggen, nou ik ben baptist, ik noem maar even wat. Ja, maar wat zegt dat? Is het baptisme dan een soort met dekmantel voor het behoud? Nee, dat is het niet. En als je baptist bent, ben je dan ook wederom geboren? Dat hoeft helemaal niet. Je draagt een etiket. Nou, als we straks naar boven toe gaan, dan regent het etiketten. Je kunt niks meenemen. Ik wil alleen maar zeggen van, waar kom je mee tevoorschijn? Ik denk dat het een legitieme vraag is. Dat als je met mensen in contact komt, en vooral als mensen met de laatste fase van hun leven bezig zijn. Of dat ze in nood zijn, of in gebrokenheid, dan noemt u maar op. Dat je dan op een bepaald moment, als je daarmee in gesprek komt, door de eenvoudige vraag te stellen. Ken je de Heer Jezus? Geloof je in de Zoon van God? En als je daarmee binnenkomt, dan doet dat iets met mensen. En daar gaan ze over nadenken. Goed, er zijn ook mensen die verwerpen dat meteen. Maar geloof betekent dat je je vertrouwen hebt gesteld op de Heer Jezus. En geloof is ook een praktische uitwerking. Geloof je als je bidt dat God het gebed verhoort? Maar even een heel praktisch voorbeeld. Dat zou ik u kunnen vragen. Geloof je als je bidt dat God het gebed verhoort? Nou, daar hoeft u geen antwoord op te geven, dat doe ik voor u. Als u het niet gelooft, hoeft u ook niet te bidden. Dat is het. Het is zo eenvoudig, lieve mensen. Van geloven, hè, dat is vertrouwen dat God iets doet wat je aan hem vraagt. En hij doet het waarschijnlijk op een andere manier dan dat wij verwachten. Want we hebben vaak, als we bidden, een bepaald beeld voor ogen en hoe het dan zou moeten worden. Nee, maar zo werkt God niet. Hij doet het op zijn manier. Maar gaat er dan een gebed verloren? Ik heb er gisteravond nog iets van mogen zeggen. Want ik vind dat heel belangrijk. Er gaat geen gebed verloren.
bij God niet. Ik denk toen Daniel zijn knieën boog, dat het 3 weken duurde voordat hij antwoord kreeg van de engel die door God werd gezonden. Maar weet u wat zo mooi is in dat hoofdstuk? Dat er staat, Daniel vanaf het eerste moment, ik zeg het even met mijn woorden, dat je je knieën boog en bad, was het gebed al bij de Heer. Dat vind ik zo bemoedigend. Dat moeten we nooit uit het oog verliezen. Je moet ook nooit moede worden van te bidden voor mensen om je heen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is ook een werking van Gods geest in je hart, dat je bewogenheid hebt voor de mensen om je heen. Nou, de gaven van genezingen. Daar zou ik heel veel van kunnen zeggen. Je wordt het in meervoud gezegd, ook wat ik ook voorgelezen heb. De gaven van genezingen. Wordt dat altijd gepraktiseerd? Dat is de vraag. Je kunt een gaven van ook de meervoud, is het hier nog even. Dus het is niet aan één persoon verbonden, dit, omdat de gaven van genezingen, van wat voor manier kun je dat interpreteren? Er kan een situatie ontstaan, broeder, zuster, dat er een vraag binnenkomt of dat je, ik kan aan refereren naar een ander. Wij hadden in onze gemeente een bidstond en daar zat was een vrouw bij, van een oudste bij vertegenwoordigd en die moest geopereerd worden aan haar rug. En je bent bij elkaar in gebed. En je bidt uiteraard voor haar. Je bidt voor dat de handen van de specialisten ook door de Heer gezegend worden. Daar bid je voor. Dat is ook heel goed. Maar tijdens dat gebed kreeg ik zo in mijn hart om voor haar te bidden met handoplegging. Dan moet je met handoplegging altijd voorzichtig zijn. Daar hebben we het ook al eens even over gehad. Maar dit kon, omdat het een zeer gelovige zuster was. En ik ben bij haar gaan staan en ik heb met haar gebeden. Van Heer, als het uw wil is, dan kunt u ingrijpen en is een operatie niet nodig. En ze had geen last meer op dat moment. Maar ze is wel naar het ziekenhuis gegaan om haar te laten controleren. En dat vind ik heel belangrijk. En er werd er gezegd, mevrouw, er is geen operatie nodig. Het is goed. Ik wil niet zeggen dat het altijd gebeurt. Ik zeg iets heel teers. Wat heb ik gebeden voor mijn dochter van 38 jaar. Maar de Heer heeft dat thuis gehaald. Wil dat dan zeggen dat de Heer niet tegemoet komt aan je gebed? Maar op een andere manier. Op een hele andere manier. Maar kun je dan ook de rust en de vrede vinden? En dat is nou juist even het punt waar het om gaat. Kun je dan de rust en de vrede vinden als God op een andere manier antwoordt dan dat wij verwachten? Dat is zo belangrijk. Kun je dan ook zeggen, nou Heer, ik zou Job kunnen citeren, wat ik wel meer doe. Ik vind het een heel aansprekend voorbeeld, die alles verloor. En toch nog kunnen zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geprezen. Maar nogmaals, ik denk te mogen zeggen dat als een gemeente goed functioneert, dan zullen er genezingen plaatsvinden. Maar het wil niet zeggen dat het aan de lopende band gebeurt. U leest ook, ik hoop dat u mij goed begrijpt, maar u leest nergens in de brieven van Paulus dat er grote manifestaties van genezingssamenkomsten waren. Nergens. En ik wil het graag relateren aan de Bijbel. En dat wil ik ook echt meegeven van is het dan? Moet je afvragen, is dat dan de weg die God wil gaan? Nou, ik heb deze samenkomsten wel eens bezocht en ik moet u zeggen dat ik daar meer mensen met een teleurstelling wegzien heb gaan dan dat ze dus blij waren met hun genezing. Maar goed, dat is even terzijde.
Je moet het nooit aan de kant schuiven, want het is de gaven van de genezingen, die moeten er ook zijn. Maar weet u, broeders, zusters, en dat zeg ik met groot verdriet in mijn hart, de gemeenten en de gelovigen zijn onder elkaar zo hopeloos verdeeld, dat eigenlijk de geest van God niet meer op een ruime manier kan werken. En dat doet me erg veel verdriet. Ik zie dus in heel veel gemeenten waar de richtlijnen van de Heer niet meer worden geëerbiedigd. Waar invloeden van de wereld binnenkomen. En waar de invloeden van de wereld de overhand krijgen, dan wordt de geest gedoofd. En dan krijg je dus ook deze dingen. En daar zie je dus ook dat de gaven die de Heilige Geest geeft in de gemeente, dat die weg hebben. Goed, de werkingen van krachten. De Heilige Geest, dat weten we ook in het begin van Handelingen, dat is een kracht. En zijn we krachten? Paulus die zegt het in de Efeze, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. De Geest maakt ons krachtig om het werk van de Heer te verrichten. En dat gaat soms in grote zwakheid. Paulus die wees daarvan mee te praten. Je had ook niet een sterk lichaam. Maar wat zegt hij? De kracht van God wordt in zwakheid geopenbaard. Het gaat niet om onze kracht, om onze lichamelijke kracht niet. Je lichaam kan bij wijze van spreken gebroken zijn. Met heel veel dingen waarvan je zegt van, goh, dat functioneert niet meer goed. Maar de kracht van de geest werkt daar doorheen. En die staat dan daar ook boven, werkingen van krachten. En je ziet dan ook om je heen dat mensen met een enorme lichamelijke beperking soms zo'n krachtige getuigenis kunnen hebben, waarvan je echt onder de indruk raakt dat je zegt, hoe is het mogelijk dat ze vanuit die situatie nog zo krachtig kunnen getuigen? Een groot voorbeeld is Joni, denk ze maar even. De profetie, wat we ook lezen in Romeinen 12 vers 7, heb ik even meegenomen. Wat is de profetie? Die is tweeledig. De profetie is in de eerste plaats het woord van de Heere verklaren en dingen wat er in de wereld leeft daarin terug te brengen. Dus let op de tekenen van de tijden en vanuit de schriften aanwijzen dat we in die tijd leven. Dus de Bijbel verklaren, onderwijs vanuit de Bijbel, dat is één van de profetie. Profetie is ook dat er iets gezegd wordt wat niet in de Bijbel staat. En dan is het heel belangrijk dat er getoetst wordt. Want er wordt ook in die zin van het woord ontzettend veel onzin wordt er gepredikt. Profetieën dat men zegt, ik kan daar een hele tijd aan besteden van in de wereld en in de ogen van de wereld en geloven grote godsmannen. Die maar profetieën uitspraken, die kwam dit en er kwam dat, en Nederlandse onder water lopen. En noem maar meer, het zou er allemaal gebeurd, het is nooit gebeurd. Weet je wat er gebeurde met een profeet in het Oude Testament, die de waarheid niet sprak? Die werd gestenigd. En ik denk dat het heel belangrijk is, dat als je door de geest van God spreekt, broeders, zus, dan vertel je geen leugens. Dan vertel je de waarheid. Want de geest van God spreekt de waarheid. Die gaat niet tegen zichzelf in. En ik denk dat het altijd goed is, ook als een leraar, of ik het nu ben, of iemand anders, dat je altijd gaat toetsen. Dat je altijd, is het inderdaad vanuit het woord. Het onderscheiden van de geesten. Nu, ik denk te mogen zeggen, broeders, zuster, dat als we één gave nodig hebben in de gemeente, dan is het het onderscheid van de geesten. Waarom? We hebben zo te maken met allerhande wind van leer. Dat is onvoorstelbaar. En dat wordt ons bij ons allemaal binnengebracht. Als je even googelt over bepaalde standpunten, dan krijg je een lawine van allerhande gedachten. En de ene roept dit en de andere roept dat. En dat zorgt voor steeds meer verwarring. Je maakt het ook mee dat mensen daar iets lezen en dat komt dan binnen. En dan zeggen, dat moeten wij ook in de gemeente hebben. Oh ja,
Heb je wel getoetst of het juist is? Ja, maar dat is mooi. Ja, natuurlijk kan het mooi zijn. Maar is het getoetst? Is het inderdaad goed? Van het onderscheiden van de geesten. En we hebben het eigenlijk in de aanloop van deze avond ook tegen elkaar gezegd. Die geesteswerelden die liggen heel dicht bij elkaar. De duivel die doet alles om de dingen van God te kopiëren. En dat heel dichtbij te brengen. En u leest dat onder andere ook hè, van in de verzoeking. De verzoeking in de woestijn in Matthäus 4 en Lucas 4. Hè, dat de duivel die neemt de Heer Jezus mee. En hij citeert uit het woord. Hij citeert uit het woord. Maar hij geeft er een lading aan die niet klopt. En je zou zeggen van geweldig. Maar de Heer Jezus natuurlijk in zijn volmaaktheid, die herkent dat. En die geeft namelijk de juiste lading daaraan. De juiste inhoud. Maar Paulus, ook een man vol van Gods geest, ervaart het ook. Komt er ook tegen in Handelingen. Komt er tegen in Filippi. Daar roept een vrouw en die loopt achter hen aan, Paulus en Silas. En wat zegt die vrouw? Dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg van zaligheid verkondigen. Nou, dan zeg je amen. Toch? Dat klinkt toch goed? Maar dat was niet uit de goede bron. En door de kracht van Paulus, door de visie van Paulus, door de Heilige Geest, herkende hij het. En dat is niet eenvoudig. Want daar word je vaak om gekruisigd als je die dingen ziet. Maar Paulus die draait zich om. En die spreekt in geest uit. Ga uit van haar. Ik wil even heel duidelijk zeggen dat we zo nodig hebben. Het onderscheid van de geesten. Is het inderdaad uit God of is het niet uit God? En iedere evangelische samenkomst, ik hoop dat u mij goed begrijpt, wil niet zeggen dat het uit God is. Er gebeuren dingen die volkomen in strijd zijn. En ik kan me niet voorstellen dat mensen daar zo ademloos in meegezogen worden. Vaak blijft de Bijbel dicht. En zegt men, ja die hebben we niet nodig, want de Geest geeft het ons. Ja, maar de Geest spreekt door het woord. Dankjewel voor het kijken naar deze Bijbelstudie. Wij hopen dat je erdoor gezegend wordt. Zou je meer van deze Bijbelstudies willen ontvangen en willen bekijken, dan willen wij je vragen of je erover na wilt denken om ons te steunen met een gift. Want met deze gift van jou is het mogelijk nog meer Bijbelstudies online te zetten. Je kunt naar onze website gaan en een eenmalige gift doen, maar je kunt ook lid worden op het vriendenprogramma. Kijk op onze website. Alvast hartelijk bedankt.